Hallo iedereen, welkom bij deze middagstream. We gaan Fortnite. Ik ben een beetje erg verkouden. Ik heb van me nog niet helemaal super, maar goed, we mag de pret niet derven, hè. Dus we gaan er mee beginnen. Ik ga wel even tussen mijn soep op eten, jongens. Dat wilde ik net ook al doen, dat lukte net even niet. Dat had ook te veel pijn. Dus nu ga ik even mijn soep op eten. Ik blijf ook echt wel een paar uurtjes blijven. Het is niet zo dat ik de hele dag blijf. Want ik voel me echt niet lekker door nog. Dus ik moet echt even rustig aan doen. Maar we gaan gewoon het beste ervan maken. Zo. Zo jongens. Wat is dit? Even kijken. Dat is een script waar we nu in zitten, jongens. Daar ben ik al. Nee. Niet nog een keer. Nou, we gaan beginnen met het solopotje. En misschien gaan we dan wel een paar. Dit gaan we dan misschien een paar uur doen. Oh. Zo jongens. Jongens, volgende week komt lekker Dio dat toy weer op bezoek. Daar ben ik heel blij mee. Wordt vast heel gezellig. Serieus, wie belt mij? Oh, ik moet even opnemen. Wacht even hoor. Ik moet heel eventjes Nicky halen.
Wat een lekker muziekje is het ook. Zalig en mij. Hé jongens, dan ga ik eerst een paar appjes Het gaat heel goed met mij, dankjewel. Met jou ook alles goed, Dominique? Zo. Lekker dat muziekje van de kerst, hè? Oh, baba, heel veel sterkte. Oké dan. Ik hoop echt dat het voor de rest wel goed gaat met jou hoor. Geen probleem. Ach, hier even omhoog. Is er nog ergens een wapentje? Is er een speciaal wapentje voor mij? Die heb ik wel even hard nodig, denk ik. Die heb ik ook even hard nodig. Hier omhoog. Zo, hé. Even kijken. Wat voor hulp is je favoriete muziek? Nou, in kerst vind ik eigenlijk... ik heb zo'n ouderwetse muziektoontje van mijn schoonmoeder heel lang gelegen erfd. En dat vinden we eigenlijk heel erg mooi nog steeds. En dat is echt iets waar we echt van houden. Vooral met de kerst en zo. Vinden wij dat heel mooi. Ik voor een wapentje. Is goed. Heel veel plezier op school, succes en sterkte. Als je even wil praten, dan moet je even wachten totdat ik klaar ben met de stream. En dan wil ik het even op Instagram met je praten erover. Daar ben ik echt niet de broedste in. Doei doei, fijne dag. Alsnog.
man. Snipers. Mijn hekel is nieuw snipers. Dus ik heb ook wel drinken streken gekregen van Nicky. Ik ga dat zeker opdrinken even. En dan moeten jullie niet nadoen, want dat is echt verkeerd. Maar het is echt zo ontzettend koud, dat is heel goed voor mijn keel. Ik ga even opnemen. Ook zeg. Wat je zegt, dat is mama. Ik maar even netjes houden. Zo jongens. En nee, Gio komt volgende week wel. Dus die komt volgende week, Lucas. Serieus? Even wel wat mensen blokken hoor. Zou ik gelijk geen last meer van hebben. Hoppa. Heb je al groen licht over het samenwerking? Nee, nog niet. Maar dat komt wel goed. Heeft ook geen haast, toch? Jammer van jullie, jongens. Jullie kunnen me niet meer bellen. La 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 la. Weet je, er zijn een aantal mensen die vinden het leuk om mij te bellen. Die denken dat ik daar heel erg boos van word. Maar ik heb wel betere dingen te doen dan daarover boos worden, jongens. Serieus, jongens. Doe gewoon geen moeite. Lekker gewoon niet mee gaan bellen, jongens. Want het werkt echt niet. Daar werk je zelf alleen maar in de problemen mee.
Hoppa, dit is nice. Ja, dat is, komt door die Hans Kartelgroep, joh. Die heeft mijn nummer gehackt toen en die is nu echt iedereen aan het zeggen van, ja, je moet naar haar bellen, want dat vindt ze leuk en bla bla bla. En hij wordt gewoon maar niet gepakt door de Wouter. Hij kan gewoon lekker al die keren gewoon in zijn zin gaan doen en zo. Maar goed, ik blokkeer al die mensen gewoon lekker gelijk en ze hoeven mij ook niet bellen. Dit lukt toch niet meer, want het is eenmaal geblokt. Dan ben je geblokt en kom je niet meer uit. Ja, zoiets. Alleen bij mij is het iets erger dan bij de Bridge. Denk ik. En ik heb geen problemen met die jongen hoor, echt niet. Geen idee, ik zal even kijken, Spooky. Ik ben nog maar net begonnen met het nieuwe seizoen.
Eventjes lekker blokken. Zo. Hoppatje, hoort net vanavond. Ja, misschien wel als ik niet, als ik me niet te broed voel wel, Sunshine. Ik moet even kijken hoe mijn eigen voel. Serieus jongens, donder nou zondag op een kutbel van jullie jongen. Ik wil lekker doorgaan met stalken, maar ik sluit echt de bond in dadelijk. Zo. Zo, babytjes. Ja, de mensen die blijven lekker bellen. Die vinden het leuk om mij te clearen. Dat komt door die kuthandskartel. Die hebben mijn nummer op internet gezet en daarom gaan ze zitten bellen. Serieus?
Fuck jou! Ah, jongen! Dat is flauw! Dat is echt serieus heel flauw! Holy moly, man! Wat een lijpe lono's! Ah jongens toch, wat een zielig potje. Lekker koud. Wat een lekker. Ah jongens, het is echt gewoon... Hoe zielig ben je als je iemand gaat lastigvallen terwijl je niet eens wat de penis heeft? En dan durven ze nog te zeggen, je bent wel heel dik. En denk ik van, ja, fijn, je moeder is ook dik. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is wel zo. Hilarische moment gewoon. Op dat moment drink ik eigenlijk iets wat niet helemaal oké is, maar goed. Ik heb zoveel last van mijn keel dat ik eigenlijk alleen maar koud wil drinken. En niks is dan beter dan een heel koud blikje. Pardon. Oh ja, dus kijk jongens, gaan we even. We gaan even. Met dit gebiedje. Dat heeft geen zin. Pardon. Ik zie daar iets blauws, jongens. Daar wil ik echt even naartoe. De Annibal, weet ik hoe het mee heet. Maar volgens mij is dit zo'n een gebiedje waar een heel groot iglo staat, waar ik al die al een keer eerder heb gezien. Waar ook loot ligt. Dus dat gaan we even doen. Zo. Dus volgens mij, dit lijkt wel de hele oude turkie trouwens jongens, hier ben ik nog niet geweest. Holy moly, crapioli, kijk eens even. Allee jongen. Seriously? Echt waar? Boom.
Wat een wacht jongen, wat een moepie, hé. Kom hier, kruin. Ah, jongen. Jongen. Pas van nooit, wat een noobel. Echt, jongen. Hij is bang. Ja, dat zijn... Nee, laat maar, ik ga niet zeggen. Nee. Ik ga een beetje, jongens. Want mijn moeder kan meekijken, dus ik ga het even lekker niet zeggen. Ik ga me niet vragen of mensen die zo praten. Ik moet me netjes houden. Dus kan ik hem afsluiten. Daar heb ik eigenlijk heel weinig zin in. En zeker ook omdat ik nu al de griep, nog steeds een griep heb, weet je. Heb ik namelijk niet zo zin om mijn PlayStation moeten uitzetten, omdat ik dan iets zeg wat niet eigenlijk door de beugel kan. Bijna, nog net niet helemaal jongens, maar toch wel al een beetje. Kijk hoor. Waar is die koekenbakker? Ik zie daar echt schilder. Het is volgens mij heel ver bij mij vandaan op dit moment. Ik zit natuurlijk nog niet in een cirkel en ik wil wel in een cirkel. Zo. Oh, wauw. Dank je. Het is heel mooi. Zo, wat is dit? Oh, dit is wel iets heel moois. Zo. Ik heb daar zit een goudwelpje. Ik wilde eigenlijk wat zeggen, maar ik ga het even niet doen, want dat risico kan ik even niet nemen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Like als jij ook vindt dat je moeder wat minder moet meekijken in de streams als je iets uithaalt. Dus dat vind ik altijd wel. Maar goed, ja, ik hou van mijn moeder. Mama, I love you. Kijk jongens. Ik wilde wel zeggen, maar ik ga het even lekker niet doen. Oh, dat is... Oh, Jezus Christus, hé. Zo, hé, die doet gewoon serieus veel damage. Dat was niet oké. Oh my god. Ik wil even zien of ik hier naar binnen kan. Het zou wel heel mooi zijn, dan kan ik tenminste even healen. Oké, nice. Deze vind ik echt een beetje gevaarlijk. Dus die ga ik wegleggen. Sleutel, lekker. Amai, dat is echt... Oké, die is ook oké. Ik wil zeggen, ik heb een hele lieve mama die ook wel echt voor mij is, dus... Oh, één kokkiele. Kom aan ze. Ik geef mij wel warmte. Oh. Ik wil minimaal 100 zijn. Allee jongen, kom aan. Kom aan, ja, mijn ziekers. En dan moet ik die hebben. Oké, dat is ook gedaan. En dan moet ik nu naar de cirkel. Oh my god, waar zit jij? Allee, hoor. Oh, die? Hey, rustige vriendje. Ik ga tegen je winnen. Allee, jongen. Niet normaal, dat was heel stom van mij. Oh jongens, toch.
Ik ga het ook eens in de vieren doen. Mogen mijn mama meekijken? Laat dan even zeker een keer weten of je meekijkt. Dat zou ik wel waarderen. Even kijken hoor. We gaan eens even een deadly run doen. Nou ja, ik ga eens even zien. Ik ga eens even kijken of ik die ook kan doen. Ik wil die wel even proberen. Zo, en die was ja. Mij. Pardon. Nee, 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 mij, maar mij. Maar ik ga niet opgeven hoor, Lucas. Ik vertik dat. Want ik vond, ja, ik vind het voor een lekker chill. In principe vind ik het op zich wel lekker chill. Want het is niet zo heel erg gebouwd. Het is gewoon leuk. Het is alleen zo jammer dat je niet alle dingen kan doen. Dingen die je graag zou willen. Ik ga nu een ander iets doen. Ik ga nu natuurlijk de Disney Run Spooky doen. Ja, het is een beetje een raar iets. Maar het is niet hier eens wat je ziet is boe. Hey boe. Nou, amai, dat gaat nogal. Je ziet overal spijkers zitten, maar ik vind niet dat het, dat is precies niet eng. Ik vind dat echt niet eng. Dit is niet run, dat ik heb dat graag. Nee, Tigo, jij kan niet meedoen, jij mag niet meedoen. Ik ga niet meedoen. Je ziet hier ook allemaal doodskisten, of althans. Van die grasstenen en nog meer stenen en kaarsen. Het engste ook te vinden is dat rode water wat je daar ziet in de vetten, maar dat is nog niet eens zo... Dat je zegt van, amai, dat is heel eng. Dat valt echt wel mee. Ah ja, je ziet een paar pompoenetjes. Maar dat vind ik echt goed meevallen. Dat is niet eng. Hop. Oh. Zo, en die. Hallo jongen. Hop, en die. Het enige wat wel enkel zijn, dat is die grote, die, ja, die hoge stekels dingen. Hey Timpoel. Dank u. Ik waardeer het enorm, dank je wel. Maar het is niet echt een hele enge ding, er komen geen zombies op u af. Of iets anders. Het valt echt allemaal bij mij. Het is niet zo dat het nu wel is dat je omhoog van hoogte naar beneden wordt gedaan. Dat wel, maar dat is niet heel erg. Dat valt echt wel mee. Au, die kijkt alleen een punt naar de hoofd. Hè. Dat is eigenlijk alles. Maar dan kan die ook zo doen, hè. Dan kan je ook weer hiervan. Hop. Je kunt daar hierin. En kijk wel, ik kan... Als je het goed wil doen, moet je natuurlijk goed opletten hoe je dingen stapt. En niet overal in kruipen waar niet oké is. Dat is wel één ding wat zeker is.
Maar in principe valt het wel mee. In principe vind ik... Ik heb wel engere mappen gezien eigenlijk. Hoppa, zo. Nog 460 te gaan, dan heb ik hem al gehaald dus. Messicus. Zo. Als goed kijkt mijn mama dadelijk ook gewoon mee. Heel eventjes naar pauze. Levels, dus dat is door 450 te gaan, dan heb ik hem gehaald. Maar meestal is het door, hoe moeilijker het wordt, dus hoe sneller je het niet weet hoe dat af moet. Maar het is wel een kwestie van goed denken hoe je het doet. Hoppa. Zo. Hop. Mm, 64 levels ben ik nu. Nee, je hoeft niet mee te doen. Want je mag niet meedoen met mij. Niemand mag meedoen. Dus jij ook niet. Iedereen wil ineens meedoen omdat ik live ben. Ik ga dat niet doen. Ik heb daar geen zin in. Ik moet mij niet laten dwingen, dus ik ga dat ook niet doen. Hè, want ik heb zoiets van, ik ga me niet laten dwingen. Ik vind dat niet nodig. Hier wat je hier ziet is twee parkage. En natuurlijk een pompoen met licht. Een beetje een griezelsfeer, maar dat is eigenlijk niet heel eng. Dat valt echt wel mee. Hoppa. Beetje verlichting. Hop, zo. 73, level 73, jongens, aan mij, die gaat echt heel goed. Hop, dat hij spinnenweb hier. Dit is dus, de dingen. Waar is dat? Oh, dat is Nicky, ik moet even opnemen, jongens. Ik moest even opnemen.
Oh, jongens. Dat was Nicky. Ik moest het echt even opnemen. Dus, groetjes van Nicky. Je bent echt goed, Dylan. Dank u. Waardeer dat enorm dat je dat zegt. Dank u wel. Zo, en dan gaan we zien. Je ziet hè. We zijn even 82, jongens. Ik moet er nog een aantal. 83. Nee, dat is. Oh, ik spring ernaast. Dat kan natuurlijk gebeuren. Hop. Hé, hey, ik heb hier een boot. Oh, wat al. Was dit? En dan komt hij. Dat is een spooky. Alle jongen, dit had ik niet verwacht. Dat is precies een geest. Nou ja, dat is ook weer wat. Dan. Dat is ook weer. En dan op. Dan gaan we hier naartoe. Oh, en dan gaan we precies hier bukking. En dan gaan we die pakken. En dan gaan we hier naartoe. Hop, nee. En dan pakken we die. Zo. Oh. Heb ik 100? Zo. Stantje. Hallo Matje, nou ja, het gaat heel goed. Met jou ook alles goed? Maar dat is, die is niet handig. Oh nee, ik heb de verkeerde kant. Ik moet die andere nemen. Dat is niet, hè? Oei, oei, oei. Dat niet. Ja, dat ik hem gehaald. Zo. 116 jongens. Dit keer hoor.
Allee, jongen. Balen. Zo. Zie je een bloedbad? Lekker hoor. Zo. 140. Dan is zoveel. Hallo jongen. Oké, wacht. Kom maar. Ik heb een klits, jongens. Ik heb een klits. Oké, wacht. Die spannen, hoe doe ik dat? Die span. Maar nee, het gaat. Dan maar even die spannen. Zo. 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 Honderdeenenzestig, jongens, bijna zover. Zeventig.
Oké, wacht. Dat is niet handig. Nee. Lekker hoor. Ah, zonde. Zo. Zo. Foutje. Dus ik heb al wat kerstcadeautjes liggen onder de boom. Ik ga dadelijk nog wel meer kerstcadeautjes halen. Want dat is wel nodig. Want dan hebben we, tenminste hebben we dan op voorhand. Zo. Zo. Allee, jongen. Man, kom on, hè. Zo. Dat duurt even lang. Mannetjes toch. Allee, jongen. Oh, come on, hè.
Zo. Alle jongen. Oh, dummy. Oh, dat zou niet kunnen doen, hè? Och. Ah, dat is niet oké. Oh, dat is precies die perkens, hè? Kan ik niet skippen? Oh, damn. Wacht, ik ga een andere pakken. Nog dadelijk 250 levels, jongens, dan heb ik hem behaald. Maar niet te vroeg juichen, want ik kan van alles naar beneden vallen. Die. Zo. Hoi. Ja hoor, alles gaat goed. Met u? Ah, dat is mooi, hè? Dat hoor ik graag.
Ik ga een andere pakken. Eens kijken wat knuffel ik nu zet. Ik ben nu al 1 uur en 16 minuten live, jongens. Dat gaat heel goed. Nee, ik moet nog gaan, ze. Ik ga heel even bellen, jongens, ik ben zo terug. Pardon, zo.
Jongens, ik ga de stream afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga deze uploaden. Morgen ben ik weer gewoon live. Ik zie jullie morgen. Tot morgen. Doei doei. Tot morgen, jongens.